Oké, hoe heet je? Ik ben Marijn Koster. En welke club? Panos Amsterdam. En wat is er vandaag? Vandaag is Europa Cup voor teams en daar komen de beste verenigingen van Europa tegen elkaar uit. Omdat wij vorig jaar in Nederland gewonnen hebben bij het NK-teams, mogen wij hier aan deelnemen. Oké, en wat heb jij gedaan vandaag? De 1500 meter. Hoe ging het? Ik had beter gehoopt en verwacht. Ik wilde natuurlijk winnen en dat is niet gelukt. Dus ja. Beter gehoopt. Ja, de tegenstander was goed, hè? Ja, zeker. Daar had ik wel rekening mee gehouden, maar ik wist niet dat ze zo goed was. Ja, zij is de wereldkampioen junior. Ja, bij de 800 meter. Okay. Ja, klopt. En vorige week was het goed, hoor, bij Shanghai. Ja, ik eerlijk gezegd ben ik gewoon nog niet hersteld om weer gelijk hard te lopen. Dat merk ik gewoon. Ja. Oké, wij hebben heel veel jeugdkijkers. Advies, trainen, wat doe jij? Wat ik doe voor een 1500 meter, je moet sowieso een goed duurvermogen hebben. Doe duurloopjes van 30 minuten, maar ook snelheid, dus een combinatie van snelheid en duur. Dus trek soms ook je spikes aan en doe wat sprintjes. Ja. Oké, en ambities, over 2 jaar zijn Olympisch? Olympisch spelen, ja, daar ga ik voor. Oh, daar ga je voor, oké. En wie is je trainer eigenlijk? Mijn trainer is mijn oom en we trainen samen in Bosco, waar ik ook woon, dus dat gaat helemaal goed. En Panos, het local club? Ja, heel erg leuk. Je hoort onder het lopen gewoon heel de vereniging juichen voor je. Dat is hartstikke leuk. Oké. En voor de zomer wil je PR en EK? Ja, EK-limiet heb ik al, maar ik wil eigenlijk op de FBK Games in Hengelo mijn PR nog meer aanscherpen. Oké, hopelijk. Ja. Oké. We volgen je. Hartstikke leuk. Bedankt. Ja.